7 jaar geleden kwam ik hier in dienst met het idee om het over te nemen. Dan ga je wel nadenken en kijken van joh, waar willen we heen in de toekomst. En dan ga je steeds meer dat idee vormen en ook denken, ja, er is vraag naar en dat kan. In 1970 is het voor het laatst grondig verbouwd, tot toen moderne slagerij. Nou ja, 1970 geeft wel aan dat het toen een hele andere look had dan nu. De zaak moest gewoon verbouwd worden. Veel dingen die oud en op waren. Maar ja, ook een nieuwe insteek met meer mijn koksachtergrond. En ja, we hebben grondige verbouwing gedaan met een grote open keuken erin. Waar we enorm veel potentie uit kunnen halen. Toch al geprobeerd wel een beetje die ambachtelijke uitstraling te behouden. Hè. Nou ja, veel zichtbaar vlees. Gewoon een mooie strakke toon, maar wel eigenlijk geen prefab winkel. Dus we hebben echt wel een aannemer gezocht. En ook gewoon met een meubelmaker zelf eigenlijk de omkleding van de toonbank gedaan. En meubels erin laten plaatsen. Nou, op een gegeven moment kreeg ik een groen licht dat het allemaal ging passen zoals ik het wilde. En toen zijn we gaan kijken naar... Ja, welke tegels wil je, welke kleuren, wat voor materialen en welke apparatuur. Ja, elke dag dat ik binnenkom vind ik het mooier worden. Puur om het feit dat het ook steeds beter gaat werken. En ja, klanten zijn laaiend enthousiast. En 99% zijn superlatieven, dus ja, heel blij. Dit is de winkel waar ik van droomde. We hebben het nu nog een beetje low-key gehouden omdat we gewoon dusdanig veel werk op ons afkrijgen. En niet genoeg mensen hadden om het ook uit te breiden. Dus nou, vanaf april willen we echt wel gaan doorpakken. En dan denk ik dat er nog veel meer in zit.